Hi en welkom bij deze video over het interessegebied communicatie en media. Mijn naam is Wouter, ik ben 20 jaar en ik studeer communicatie en informatiewetenschappen aan Tilburg University. In deze video ga ik jullie veel vertellen over de studies. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst wat meer info geven over hoe je studie nou kiest. We gaan een aantal opleidingen bekijken die binnen het interessegebied vallen. Zoals je al naast me kan zien, zijn van die twee opleidingen is er eentje in het Nederlands en is er eentje Engelstalig. Dat is niet heel gek, want er zijn heel veel internationale studenten op Tilburg University. Zo studeren bijvoorbeeld meer dan 100 nationaliteiten aan de universiteit. Dit wordt ook wel International Classroom genoemd en hierbij focus je ook meer op internationale vraagstukken. Maar voordat ik dieper inga op de studies, zal ik eerst laten zien wat St. Tilburg zo'n gave stad maakt. Dat zijn best een gave universiteit en ook een mooie stad, hè? Ik ga jullie nu aan de hand van enkele voorbeelden ga ik jullie uitleg geven over de studies die binnen dit interessegebied vallen. Dus communicatie en informatiewetenschap, of CIW. En online culture, art, media en society. Voor het grootste deel is communiceren voor mensen veel makkelijker geworden in de afgelopen 20 jaar. Je kan bijvoorbeeld via sociale media blijf je op de hoogte wat iedereen doet. Je kan het weer checken, je kan het nieuws checken met één druk op de knop allemaal. En dat maakt het leven natuurlijk eenvoudiger, simpel als wat. Hier heb je het heel veel over bij de studie communicatie en informatiewetenschappen. Je leert bij deze studie alles over hoe er nu gecommuniceerd wordt in de wereld. En je leert bijvoorbeeld ook over verschillen tussen face-to-face communicatie en online communicatie. Er zit namelijk best wel een verschil tussen die twee. Face-to-face communicatie is een gesprek wat jij en ik nu op dit moment ook zouden kunnen hebben. Dus gewoon dat we elkaar allebei in de ogen aan kunnen kijken en met handen kunnen praten en elkaar heel veel informatie kunnen geven. Maar communicatie kan ook zijn via WhatsApp. Dan zie je niet hoe mensen kijken, niet wat ze denken bij wat je zegt. Je hebt alleen platte tekst. Dat geeft minder informatie en daardoor kan het wel gebeuren dat informatie ook uit zijn verband gerukt kan worden. Dat er miscommunicatie ontstaat. Dat is gevaarlijk, maar dat kan je ook oplossen. Op WhatsApp, om een voorbeeld te noemen, kun je dat doen door bijvoorbeeld emoties toe te voegen.
Maar ook zou je kunnen overwegen om spraakmemo's te sturen. Dat doe ik persoonlijk heel veel. Als er iets is waarvan ik denk dat het onduidelijk is voor de ander, dan stuur ik even een spraakmemo erachteraan. En dan is het meestal wel duidelijker, omdat je elkaar ook kan horen daarmee. Naast de studie communicatie- en informatiewetenschappen is er ook nog de studie online culture, art, media en society. En hier ga je in op ongeveer hetzelfde onderwerp, maar dan vanuit een meer veel culturelere benadering. Een mooi voorbeeld hiervan is de filterbubbel. Dat is een woord wat misschien niet 1, 2, 3 een belletje doet rinkelen. Maar toch is het iets waar jullie heel veel mee te maken hebben. Omdat tegenwoordig is elke vorm van informatie is gepersonaliseerd, zoals dat heet. Denk maar aan je feed op Instagram of aan de posts die je te zien krijgt op Facebook. Alle informatie die je krijgt van dat soort bedrijven, dat soort media, die is vooraf al geselecteerd speciaal voor jou. En dat wordt gedaan op basis van algoritmes en op basis van jouw persoonlijke voorkeuren. Bijvoorbeeld als je iets liked, dan is de kans groter dat dat hoger komt in je feed op Instagram. Die filterbubbel biedt dus voordelen, omdat je alleen maar relevante informatie te zien krijgt. Maar het biedt ook nadelen, omdat de informatie die je te zien krijgt niet altijd per se de beste informatie is die je krijgt. Een mooi voorbeeld hiervan is politiek. Stel je voor, je bent echt super links. Je bent hartstikke sociaal lid van de SP. Dan zul je ook berichten liken van de SP op Facebook. Maar dan zie je tegelijkertijd ook minder berichten van de VVD of de PVV of andere rechtse partijen. En dat kan dus je mening beïnvloeden, omdat de rechtspartijen ook wel iets nuttigs hadden gezegd kunnen hebben. Maar dat zie je niet. Daardoor zit je echt als het ware vast in die bubbel van oké, links. En je krijgt minder mee van wat andere mensen te zeggen hebben, waardoor je eigenlijk in een soort tunnel terechtkomt. En dat wordt wel vaak gezien als een groot nadeel van die filterbubbel. Dit is een mooi voorbeeld van online culture. En bij online culture onderzoek je dus ook bijvoorbeeld hoe hypes als hashtag MeToo of Black Lives Matter tot stand komen en welke rol sociale media daarin spelen. Dat was de uitleg over de studies die binnen het interessegebied vallen. Nou zou je je vast wel afvragen, hoe ben ik hier terechtgekomen? Ik studeer communicatiewetenschappen en die studie heb ik gekozen omdat je bij deze studie heel veel keuzevrijheid krijgt. Ik hou er persoonlijk van als ik ook een beetje mijn eigen plan mag trekken in wat ik wil. En bij de studie CIW krijg je die vrijheid, omdat slechts een deel van je programma van tevoren al vaststaat. En daarnaast kan je ook allemaal vakken zoeken waarvan jij denkt van, dit is interessant voor mij. En dan kan je die vakken kiezen. Dat is wat ik heel interessant vind aan de studie. En daarnaast is de stad Tilburg ook een geweldige stad om in te studeren. De campus is prachtig, aan de rand van het bos, midden in het groen. En in de stad zelf staat elke kroeg open, staan alle deuren open en je maakt er vrienden voor het leven. Ik hoop dat ik antwoord heb kunnen geven op al je vragen. Ben je nou nieuwsgierig naar deze studies of naar andere studies aan Tilburg University? Kom vooral even langs op de open dag. Tot dan!